Hoi, welkom bij weer een nieuwe video en deze keer laat ik jullie mijn foundation routine zien. Dat is een aantal keer aangevraagd, dus ja, ik laat hierin zien wat ik precies gebruik en hoe ik het aanbreng. Verder wil ik even zeggen, mocht ik er nou heel erg moe en een beetje versuft uitzien, dat kan kloppen. Het gaat persoonlijk niet zo heel erg van een leien dakje op het moment. Er zijn wat rare dingen gevonden in mijn bloed, niks om je zorgen om te maken. Maar ik ben gewoon verschrikkelijk moe en best wel lusteloos en energieloos. En betekent niet dat ik dit filmpje niet opneem met heel veel liefde, want ik vind het echt super, super leuk om te doen, nog steeds. Maar ik kan misschien een beetje zo uit mijn ogen kijken. Dus, nou, dat wil ik gewoon even gezegd hebben. Dus laten we maar gewoon beginnen. Voordat ik mijn make-up ga aanbrengen, begin ik met een dagcreme. En ik gebruik op het moment die van Essence My Skin Moisturizing Cream. En dit is voor de normale huid. En het is met limoen en komkommer. Ik ben echt gek op deze crèmes. Die hebben ze er helaas uitgehaald. Maar ze werken gewoon heel fijn. Ze zijn een prima basis voor onder je make-up. En natuurlijk heb ik al mijn huid gereinigd. Dus ik breng gewoon de crème aan. Hij trekt ook vrij snel in, wat ik erg prettig vind. Zodat je ook weer snel kan doorgaan met je make-up. Ik neem altijd dit stukje mee. Zo. Nou, zoals ik al zei, hij trekt vrij snel in. Hij is nu al bijna ingetrokken. Dus dan ga ik verder met de volgende stappen. En mijn volgende stap gebruik ik niet altijd en dat is primer. Ik maak mezelf dadelijk op omdat ik de hele dag weg moet. Dus dan gebruik ik het liefst een primer. Dan weet ik zeker dat alles goed blijft zitten. En die gebruik ik op bepaalde plekken. Die gebruik ik onder mijn ogen. Zodat dadelijk mijn concealer en zo niet gaat creasen. Ik gebruik hem wat op mijn voorhoofd, op mijn kin, op mijn neus. En dan zet ik twee kleine stipjes op mijn wangen. Ik smeer het vanuit mijn ogen uit naar mijn wangen. Dus eigenlijk komt het wel uiteindelijk over mijn gehele gezicht heen. Gewoon onder mijn ogen besteed ik altijd wel aandacht aan. Zo. Mijn neus. Oh, het is trouwens de primer van Catrice. Had ik nog niet gezegd. Het is de, even zo spieken, Prime and Fine Pore Refining Anti-Shine Base. Dus dat is deze. En dan mijn volgende stap is dit product. En dit is van MAC. En dit is de Mineralized Charged Water Skin Hydrating Mist. Ik heb deze een tijd geleden gekocht. Hij is ook al voorgekomen in mijn favoriete video. En ja, ik heb een hele vochtarme huid, omdat ik ook niet zo heel veel water drink. Of überhaupt drink. Daar ben ik niet zo fan van. En sinds ik deze gebruik, ja, merk ik gewoon dat mijn huid wat beter aanvoelt. En het voelt frisser en het voelt ja, een soort van steviger. Is dat raar? Dat klinkt wel heel raar, maar het voelt gewoon een stuk fijner. Dus deze spray ik erop. Plus dat hij een soort van, ja, hoe ga ik dat uitleggen? Een soort van plaklaagje nog achterlaat. Waardoor die ook prima is als een soort van primer. Dus heb ik nog gewoon een extra laagje erop. Dus deze laat ik intrekken. En dan ga ik verder met de rest van de make-up. Nou, de charge water is helemaal ingetrokken. En er blijft nu echt zo'n soort van plaklaagje op mijn gezicht. Voelt wel heel fris. Het voelt niet heel vies of zo. Maar je merkt gewoon dat daar de foundation zich beter aan hecht. Dus dan is het tijd om verder te gaan. En ik gebruik op het moment de foundation van GOSH. Dit is de Exceptional Wear Foundation. En ik heb de kleur 12 en dat is Natural. Fijne foundation, dekt vrijwel in één laag. Soms breng ik twee laagjes aan omdat ik hem net iets dekkender wil hebben. Dus ja, gewoon een goede foundation die voor mij de hele dag blijft zitten. En verder qua kwast gebruik ik deze platte kabuki kwast. Mijn kwastenset is van By Tess. Ik heb er ook een review over geschreven op mijn blog. Ik heb hem zowel in een kabuki
set als in een set met allemaal oogschaduw, penselen en dat soort dingetjes. En het zijn hele fijne kwasten. Ik durf niet te zeggen hoe lang ik ze nou heb, maar ik was ze elke week en ze doen het nog steeds goed. Vallen geen haren uit, werken lekker. Dus, en niet al te duur. Ik heb ze gekocht bij de Best Deals. En daar staan ze dan voor een leuk prijsje, staan ze dan op internet. En ja, dus als je ermee wil gaan beginnen met make-up en je zoekt nog wel een beetje een goede kwastenset, raad ik zeker deze kwastenset aan. Dus mocht je daar nog benieuwd naar zijn, kan je even kijken op mijn blog. En de link van mijn blog staat beneden in de beschrijving. Maar goed, de foundation, daar ga ik mee beginnen. Wat ik eigenlijk altijd doe, is ik breng wat foundation aan op mijn vinger en ik zet gewoon random strepen op mijn huid. Onder mijn ogen alvast. Ik heb best wel donkere kringen zoals je misschien ziet. Oh, mocht je wat geluid horen op de achtergrond, ze zijn volgens mij ergens hier het gras aan het maaien ofzo. Maar ja, het is zo warm op het moment dat ik ook niet mijn raam eigenlijk dicht wil doen. Sorry. Zo, de foundation zit erop. En dan ga ik het inblenden. En ik veeg niet echt, ik dab meer. En dan zou je denken, waarom gebruik je dan geen beauty blender? Ja, ik vind de kwast fijner werken. Ik heb hem wel. Maar ik vind dit gewoon ja, prettiger werken. Ik ga eigenlijk altijd ook over mijn ogen heen. Dat, ja, ik heb geen hele gevoelige ogen, dus ik kan dat gewoon doen. En de reden waarom ik dat doe is dat het gewoon mooi egaal wordt. Dus ik werk vanuit het midden van mijn gezicht. Ik blend het uit naar buiten. Ik neem dit ook altijd mee. Zodat je geen masker effect krijgt. Plus mijn oren. Dat heb ik geleerd op mijn opleiding toen als visagiste. En daar kan ik... ja, ik doe het nog steeds. Dus de basisfysicist heb ik gedaan. / schone specialisten. Zo, nou de eerste laag zit erop. En zoals ik al eerder zei, ik moet vandaag de hele dag weg. Dus ik breng nog een tweede laag aan. Zodat het net even wat dekkender is. Met de tweede laag gebruik ik iets minder foundation dan ik bij de eerste laag uiteraard heb gebruikt. Zo, nou zit mijn foundation daar helemaal op. En dan ga ik verder met concealer. En voor concealer gebruik ik die van MAC. Ik wil me ook nog wel eens afwisselen met NYX. Maar ja, de hele dag weg. Dus dan gebruik ik liever MAC, omdat die gewoon wat dekkender is. En dit is de Pro Longwear Concealer in de kleur, moet ik goed zeggen, NC15. En ik breng hem dadelijk aan met dit... Met dit kwastje. Het is een beetje een puntig kwastje. Dus ik doe wat concealer op mijn vinger. Dan pak ik mijn kwastje, haal ik het van mijn vinger af. En dan breng ik het aan onder mijn oog. Een beetje aan in een driehoekje. En ik vaag het iets uit naar buiten. Zo ook aan de andere kant. Ik heb best wel donkere kringen van mezelf, helaas. Dus ik moet ook echt... Soms gebruik ik 1 tot 2 lagen concealer. Uit. En ik doe het ook altijd in mijn binnenste ooghoek. Want daar... Dat op te lichten, zeg maar. De rest van de foundation, of de... Ik doe gewoon daar. Zo, en dan zie ik er zo uit. Inblenden van de concealer deed ik altijd met mijn vingers. Daarna heb ik het met een kwastje gedaan. Werkte ook niet helemaal lekker. En nu gebruik ik deze ja, beauty blender eigenlijk. Het is niet de echte. Dit is de versie van de Primark. En die is 2 euro en hij werkt
perfect om concealer in te blenden. Ik hou er niet zo van om mijn foundation ermee te doen, want het duurt me gewoon te lang. Ook met de originele. En die heb ik wel eens gehad van een vriendin van mij. Maar nee, ik blijf dat toch liever met de kwast doen. En mijn concealer ja, blend ik wel in met de neppe versie van de Beauty Blender. Ik heb hem al nat gemaakt, dus ik kan gelijk beginnen. En ik gebruik eigenlijk altijd de grote kant eerst. En dan het puntje voor mijn binnenste ooghoeken. Dan blend ik het gewoon mooi in. Andere kant uiteraard ook. Nou, ik ga er nog wel een tweede laagje overheen brengen. En dan pak ik ook gelijk wat onzuiverheden mee. En dan gebruik ik nooit zo heel veel voor de tweede laag. Dus dan breng ik hem gewoon direct aan op mijn kwast. Het zit erop. Dat heb ik hem alleen licht. Het ook mijn neus aan om het op te lichten. En hier. En verder valt het mee qua onzuiverheden. Dit ga ik ook weer inblenden. Zo, mijn concealer zit er helemaal op. En dan is het snel tijd voor de poeder. Voor poeder gebruik ik deze van Flormer. En dit is gewoon loose powder in de kleur 02 Light Sand. Sluit perfect aan bij mijn huid. Werkt goed. Blijft de hele dag zitten. Niks op aan te merken. Het zit in zo'n potje. Met zo'n puff sponsje. En wat ik altijd doe is. Gooi wat poeder. In het dekseltje. Niet te veel. Tip ik het puntje als eerst in de poeder. Want ik breng altijd eerst de poeder aan onder mijn ogen. En die breng ik zo aan onder mijn ogen. Nou, dit trucje heb ik geleerd bij Nikki Tutorials. En sinds ik dit doe, crease mijn concealer ook niet meer. Het is echt fantastisch. Dit laat je gewoon even intrekken of even laten zetten. Voordat je de rest van je poeder gaat doen. Dus die laat ik nu heel even zetten voor ongeveer 2 tot 3 minuutjes. En dan ga ik verder met de rest van de poeder. De poeder onder mijn ogen heeft inmiddels gezet. En dan ga ik verder. Van het beetje wat er nog in zit, dep ik over de rest van mijn gezicht. Dan pak ik een grote fluffy kwast en dan ga ik de poeder mee verdelen. En ik begin eigenlijk altijd met de poeder onder mijn ogen en dan de rest weeg best wel wat heen en weer omdat ik niet wil dat je echt zo'n poederhoofd krijgt, zeg maar. Dus ik zorg altijd dat het goed verdeeld wordt. Zo, en dan is dit dus mijn foundation routine. Nu ga ik verder met de rest van mijn make-up, mijn wenkbrauwen, mijn ooglook, contouren, highlighter, dat soort dingetjes. En mochten jullie daar nou ook graag een video over willen zien, laat het me dan zeker even weten bij de comments. Dan kan ik daar natuurlijk altijd nog een video over maken. Dan wil ik jullie nu bedanken voor het kijken. Doe zeker een duimpje omhoog als je mijn video leuk vond. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal en dat wil je wel, kan dan natuurlijk hieronder. Ook kun je mij vinden op Facebook, Twitter en Instagram. En daar kunnen jullie mij vinden onder Sindes Beauty. Dan bedank ik jullie nogmaals voor het kijken. En dan zie ik jullie volgende week maandag weer. Doeg!